Een ander super aasje, je zou het niet zeggen, want het ziet er niet uit als je het zo ziet, is de Franse tap, of de tap. Een neefje van de zeepier. En zeker voor een scharrende bot zijn deze echt heel goed. Je koopt ze in rolletjes van 10 stuks. En lijkt in verhouding met andere aas lijkt het misschien wat prijzig. Maar je doet er ook lang mee. Zeker als je ze... Kijk, je kunt er stukjes van maken. Dat zijn, ze zijn leeggestreken. En het is een stuk taaier en steviger dan als een pier. Het ziet er misschien nu een beetje uit alsof je er niks mee kan. Maar zoals hij nu zit, kun je natuurlijk ook, als je dat op zo'n klein haakje zou doen, zou je er ook niet zoveel mee kunnen. Vaak zetten we het, doen we het in combinatie met een ander stukje aas. Maar het gaat ook prima alleen met deze. Het gaat erg goed met een stukje mesheft ervoor op bijvoorbeeld. Kijk, bijvoorbeeld een stukje. Een stukje mesheft voor. Een ander goed aasje. In combinatie met de tap. Is makreel. En dan pukken we gewoon een stukje makreel. Een klein stukje uit de zijkant van een makreel. En die prikken we ook achter de tap op de aasnaald. Is stukje tap zet je over je lijn heen verder en je laat de overlap eigenlijk van het aas van de tap laat je net op je haakoog zitten. Pakken we weer ons elastiek. Dan leggen we weer het elastiek er losjes omheen. Een paar slagen. Zo, zodat ik het kan wikkelen. En ik wikkel. Dan trek je hem weer kapot. Dan heb ik een klein stukje makreel. En een mooi stukje tap. En dan heb ik een perfect geurend aasje. Weer je hand eromheen. Met een draaiende beweging. Haal je je naald eruit. En ik heb een perfect aasje die er echt goed op blijft zitten. Super voor de grote scharren. Die zijn er echt gek op. En de wijtingen doen het er trouwens ook erg goed op. En omdat het zo stevig erop zit, als je veel last van kleinere wijtingen hebt, dan trekken ze het niet heel zo snel uit elkaar. Echt een heel goed aasje. Grote botten zijn er gek op. En vooral grote scharren.